Van mijn kinderen, van wie het tweede leeftijd hebben dat ze uitgaan met vrienden, hoorde ik dat hun volstrekt geïntegreerde Marokkaanse, Turks en anderszins gekleurde klasgenoten en medestudenten regelmatig worden geweigerd aan de deur van etablissementen. En dit is echt geen uitzondering. Toen ik dit besprak met een collega-schrijver, vertelde hij me over twee jongens die hij kende. Beide 16 jaar en vol levenslust en nieuwsgierigheid. Die ene jongen heet Bursal Çubukgur. Wat een Turks klinkende naam is die ik heb verzonnen, maar die wel lijkt op de echte naam van de jongen. En de andere jongen heette Jacob de Vries, wat ook een verzonnen naam is voor een roomblanke knul met dito pit. Jacob de Vries en Bursal Çubukgur zijn beste vrienden. Ze schelen een paar weken in leeftijd. Ze zijn opgegroeid in een niets aan de hand dorp in het Gooi. Ze zitten in dezelfde klas, ze hockeyen bij dezelfde club en ze willen beide gaan studeren. En ze willen samen op Interrail, wat door hun wederzijdse ouders is toegestaan, mits ze daar zelf voor sparen. En dus besluiten Jacob de Vries en Bursal Çubukgur gezamenlijk te solliciteren bij twee supermarkten in hun gemeente. En dan gebeurt het. Het vreemde. Hoewel de jongens in alles op elkaar lijken, wordt Jacob de Vries bij beide supermarkten aangenomen en Bursal Çubukgur bij beide niet. De vader van Bursal Çubukgur staat paf en gaat hierop verhaal halen bij de winkels. Hij begint met de Jumbo en u mag zelf uitmaken of ik die naam heb verzonnen of niet. Hij confronteert de leidinggevende met zijn vermoeden dat er sprake is van discriminatie, maar dit wordt schouderophalend ontkend. Er was slechts één vacature en die is met het aannemen van Jacob de Vries vervuld. Maar jullie vragen nog steeds om medewerkers, werpt de vader van Bursal Çubukgur tegen. Waarop de medewerker van de Jumbo zegt dat dit klopt, maar dat de supermarkt inmiddels weer opnieuw een vacature heeft en dat dus de hele procedure opnieuw is begonnen. Zo praten we in dit land recht wat krom is. De vader van Bursal Çubukgur gaat vervolgens naar Albert Heijn, de andere zaak waar zijn zoon niet is aangenomen. Daar schrikt de leidinggevende van het relaas. Het zou niet zo mogen zijn, zegt degene die de klacht heeft aangehoord, maar ik kan me voorstellen dat het is gegaan zoals u beweert. Bursal Çubukgur wordt alsnog door de supermarkt aangenomen en verdient inmiddels centjes voor zijn interrailtrip met Jacob de Jong, of hoe die Nederlandse knakker ook alweer heette. De reden dat ik hun namen niet noem is dat degene die mij dit verhaal vertelde niet wil dat die jongens of wat voor manier die dan ook in de problemen komen of de aandacht op zich gevestigd krijgen. Wat mij nou zo somber stemt is dat wij in een land wonen waar voortdurend wordt geroepen dat iedereen hier dezelfde kansen heeft en dat tolerantie onze volksaard is. Hier zijn twee 16-jarige jongens van wie er één een Hollandse en de andere een Turkse achternaam heeft. Hoewel ze beide enorm op elkaar lijken, heeft de een nu al een achterstand op de ander, louter vanwege zaken die hij niet kan veranderen. En daarom moeten wij, burgers van dit land, misschien eens helpen om zaken op te schudden. De vader van Bursal Çubukgur besloot iets aan de discriminatie van zijn zoon te doen, en wij kunnen dat ook, door bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op een partij die zich sterk maakt voor anoniem solliciteren, opdat de Bursal Çubukgurs van dit land zich net zo Nederlander voelen als de Jacob en de Vries of de Jong of de Wit of welke naam dan ook. En dat is dan mijn stemadvies voor aankomende woensdag.